Het is in het noorden van het land vanochtend op de weg uren spekglad geweest. Er kwam ijzel naar beneden. Door de gladheid waren er verschillende ongelukken en raakten auto's naast de weg. Zeker 2 mensen raakten zwaar gewond. Op vliegbasis Eindhoven zijn voor de 8e keer resten aangekomen van slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17. De resten worden in Hilversum onderzocht. 3 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Angela Merkel laat voorlopig in het midden of de gesprekken over de crisis in Oekraïne met Poetin en Poroshenko het gewenste resultaat hebben gehad. Ze hield zich op de vlakte, maar zei wel dat ze vindt dat het in elk geval geprobeerd moest worden. Het binnenvaartschip dat gisternacht op de Westerschelde omsloeg is weer overeind gezet. De 3e opvarende is nog steeds vermist. 2 mensen werden gered. Sinds half december zijn er in Pakistan meer dan 10.000 extremisten gearresteerd. De regering voerde de strijd tegen radicale groepen flink op na de bloedige aanval op een school door de Taliban. 136 kinderen werden gedood.